Het had zeker 3 punten kunnen zijn. Kijk nog maar naar de kans in de laatste minuut. Ik denk dat beide ploegen heel veel kansen hebben gehad. Maar ja, ook als je 2-1 voor staat met nog een klein half uur te spelen, dan is het toch jammer dat het toch nog de 2-2 valt. Ja, 2-2 kwam ook weer door een persoonlijke fout op het middenveld. Ditmaal van Angelino, die normaal altijd goede wedstrijden speelt, maar hij maakt nu wel een fout. En dat is zonde, dat je weer dankzij een persoonlijke fout, wat is natuurlijk al eerder gebeurd, punten mist. Ja, maar je moet altijd kijken naar het teambelang, denk ik. En deze keer is misschien wat jij zegt, Angelino, misschien is het volgende week iemand anders. Maar we presteren als team, dus ik vind altijd dat je naar het teambelang moet kijken. En dat klopt wel, maar het is wel vaak dat persoonlijke fouten zeg maar, ten grondslag liggen aan tegendoelpunten bij jullie. We hebben nu gewoon de corner en helaas de corner voor resulteert in een doelpunt tegen. Ja, dat is wel heel jammer, maar we gaan deze week gewoon met de groep weer samen zitten. En dan bespreken we wat er wel goed ging en wat er niet goed ging. Maar zoals gezegd, ik bedoel 2-2 gelijk spelen bij Utrecht is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Dus ik wil helemaal niet negatief zijn ofzo, want jullie hebben ook goede dingen laten zien. Ja, klopt. We hebben zeker goede dingen laten zien. Veel kansen. En ik denk dat we vooral een echte strijd hebben geleverd vandaag. Beide ploegen, maar NAC sowieso. Dus ik denk, daarop kunnen we zeker trots zijn. En 100% op verder bouwen. Dan komen we bij jouw verhaal natuurlijk. Je stond vandaag voor de eerste keer onder de lat bij NAC. Eigenlijk omdat Birigiti, de normale eerste keeper, die was geblesseerd geraakt. Wat is het verhaal? We waren bezig met de warming-up en Jelle schoot een bal. Ja, en eigenlijk heel onschuldig schoot het denk ik bij Mark in zijn rug. En ik ging naar binnen om behandeld te worden. En we doen altijd, als allebei de keepers doen warming-up. Dus ik was gewoon warm. Maar ik keek natuurlijk wel met een schuin oog naar van, komt hij terug of komt hij niet terug? Hij kwam terug, maar uiteindelijk kon hij niet spelen. Dus mocht ik mijn minuten maken. Natuurlijk is dat heel vervelend voor Mark, maar wel heel erg fijn ook voor jou. Ja, tuurlijk. Ik heb vandaag mijn eerste minuten kunnen maken. En daar ben ik heel trots op dat het ook voor NAC is. En ik ben er heel erg blij mee natuurlijk. Het ging best aardig, hè? Ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn, nee. Jij gaat het trainer moeilijk maken, denk je, als hij straks moet gaan kiezen als Birgitte weer fit is? Ja, dat is zeker mijn doel. Denk je dat het gelukt is? Dit is in ieder geval een goed begin, ja. Hierop kunnen we zeker verder bouwen. Ja, want je hield NAC een paar keer aardig in de wedstrijd, volgens mij, hè? Ik denk dat ik wel een paar lekkere ballen heb kunnen pakken. En wat ik net ook al zei, helaas hebben we niet de 3 punten binnen kunnen slepen. Maar volgende week erop knallen tegen VVV. Het is wel zonde hè, dat NAC die 3 punten niet pakte, want die kan je best gebruiken natuurlijk. Ja, kunnen we zeker gebruiken. Maar ieder punt telt. En wat je zegt, we zijn misschien ook al een aantal keer goed weggekomen. En volgende week VVV weer een nieuwe kans en dan gaan we 100% voor de 3 punten. Met jou onder de lat? Ga ik wel voor.